als jong kind heb ik bij je zwaar groot geworden in een moeilijke omstandigheden. En, hierdie situatie, wat ik kan schouwen daar in oomlik, heeft voor mij geleid tot verkeerde besluitneming. En op een bij jong ouderdom besluit ik om betrokken te raken met bendeactiviteiten. Ik raak in hoop, zoals ik zei, bij bende. En hierdie girlfriend, ik heb toen een girlfriend. En omdat de enemy niet kan toegang krijgen tot bij mij, wordt hierdie girlfriend gehijzigd. En terwijl ze gehijzigd wordt, wordt ze vreed van kracht. En 42 keer met een mes gesteek. En een bezemstok wordt gevat en af en haar keel gedrukt. En die andere gedeelte wordt afgebreek en op en haar privaatdelen gedrukt. En nadat hulle met hierdie vrede moed sit, beplan die enemy toe dat hulle valse getuienis sal uithaal. Mense wat beweer dat hulle my gesien het hierdie daad pleeg. En die polisie kom uit en doen hulle werk. Wat beteken dat die polisie kom en arresteer my. En expandeer in Cosmo gevangenis. Dis nou maar die verloop van die saak uitstel. Is het dat hierdie saak loop so vir 2 jaar en 8 maanden, wat ek spandeer in Cosmo gevangenis, en dis na 2 jaar en 8 maanden wat een deskundige inkom, en die volgende bevestig dat my spermcellen nie gekry was op hierdie toneel nie, en as gevolg van dit, hierdie hof toe gebesluit om my vry te spreek, en soveel wraak was gekoester teenoor die enemy. Ek en sekere manne ons besluit toe dat ons aanbroeperie gaan pleeg en ons vat een korte milie in die kes en die plan misluk in die transite rooftoog. En as gevolg van dit is het dat ons rij in een roodblok en hierdie keer gaan ons terug tron toe. En hier word dan jou verduidelik dat is een hek voor ingaan en geen hek voor uitkom. Dus toe in hierdie tyd in waar ek my lewe toe toewy aan nommerskap. Toe in hierdie jare het ek met high flyers gewoon moet in die gevangenis en manne wat sê, Leon, hoor is ons het een like in jou en as jy uitkom gaan ons jou verskaf met verskillende soort dwelms en ek krijg die voorrecht toe die dag om uit die gevangenis uit te kom. En ek kom toe aan in die kant van Peril en terwijl ek daar kom het ek van dwelms gaan sit en ek krijg dreig om van dwelms te krijg. En daarvandaan maak ek van haar prostituut en dus na dit waar ek haar woonstel intrek en op een sekere dag bel ek hierdie organisatie en sê hoor ek het een plek waar ons kan begin smokkel en daar begin ek smokkel met tik, rocks, ecstasy, mandrakes en het gaan verskrikkelijk goed saam met my. Explain. Op een jong ouderdom zwanger geword en ek moes my kind groot maak as een enkel ouder. En ek het besluit toe om, ek moet iets doen om die kind groot te maak, want my kind groot te maak, my keer finansies en op die stadium was het nie makkelijk om my werk te kry nie. Ek het toe besluit om te begin drugs te verkoop en ek het in die ander wereld gegaan, met die rechte mense gekonnek en groot geld gemaakt. Voor mijn naam gezet in die andere wereld was geklas als een van de grootste high-flyers in Mitchell's Plain. Mijn broers heeft mij gehelpt en ik denk ons was wel bekend. Zo tussen 5 en 6.000 aan de dag profit verdien ik. Ik kan onthou, al was tijd in mijn leven waar ik zo oor die 100.000 contant uitgeteld heb. Dat soos tijd verloop is het dat daar een geweldige bendeoorlog uitbreek tussen die 26's en die 28's en hierdie oorlog, ek is in die voorneel, ek neem besluiten en hierdie oorlog drein my financieel en een van my verkeerde moves dat ek maak in hierdie game van smokkel is dat ek begin te toe kokain te gebruik van die drugverkoop tot die gebruik daarvan en toe ek om begin te gebruik is het dat soos tyd gaan raak het vir my te swak. En ek begin dit toe tik te gebruik en hierdie tik was basis my ondergang. Ek kan onthou, het is nog nie 1 jaar daarna nie, kyk ek een maandagochtend so deur die geld en ek sien dat ek tel die geld en ek tel 942 rand van duisende wat in die besit was, maar
oor hier na hierdie 942 rand is aan niks meer gehaal oor. En ek besluit toe, ek gaan my rug draai in hierdie game. Man, het met verskillende idees gekom om my te hou in die game. En ek sê, oor is fijn, ek gaan klaar maak. En terwijl ek uitklim in die game, klim ek uit met een probleem. En hierdie probleem is die tik duivel wat nog achter my loop. En ek kom aan in Mitchellsplein en ek het groot geword in Mitchellsplein. En soos tyd verloop is het dat my tweeling broer daar breek een gevecht tussen my en hom uit en ek vat die mes en ek steek om en terwijl ek om steek sê die duivel een gallyblik pieks in my mind en hy sê my steek om sif laat hy soos een gallyblik lyk en terwijl ek die opdracht wil uitvoer is een powerful stem wat sê stop en terwijl ek stop leem my broer in sy bloedbad en hy roep uit na my ma en hy steek sy hand uit en hy en my ma het hand in aan contact met mekaar en hy sê vir mami, hy sê vir my ma, mami sê vir Leon, al sal hy uitgaan en hy sterwe en hierdie geval het my geruk dit het gevoel hy oomlik asof my hele leven doodstil staan en ek haal die phone uit en ek maak een telefoniese oproep en ek met die hele politie wat plek gevaar het en die politie kom uit en hulle arresteer realiteit skop my toe in en ek sê, ek kan nou, ek roep hy oom na basis uit na die Here. Want dis my oomlik van swakheid. En die maandag verskyn ek vir die ander hof in hierdie saak en hof besluit om my 'n vry woord te gee. En ek kom uit en ek kry my familie by mekaar. En ek vra hulle, hoe is die weg vorentoe met my as familielid? As gevolg van hierdie gebeurtenis en my ma antwoord en sê sy wil graag nie twee kinders op een tyd verloor het. En dit was genoeg antwoord gewees wat geweer het wat my stand is nog in die familie en die aankomende week is dat ons my tweelingbroer begrawe en nachtmerrie is breek los in my lewe. Ek kan nie eet nie, ek kan nie slaap nie, ek kan niks omdien met doen nie. My lewe is afhankelijk van dwellings. As ek my oor toemaak en sien ek wat gebeur het. Ek kan nou avastee en loop ek so af in die straat, as ek aankom na hoek te hoor, wie kom my moordenaar? Ek kan nou, weet jy, ek kom my plek aan, en daar is besoek vir oomlik aan eet mense, weet jy wat die mense eet, ek kom my aan geet hulle rapport met beet, as ek daarna kijk en sê, duim of nie, kijk hoe die broonse doet, as ek 5 maanden, ek niks maar 5 maanden van die hel, niks maar van my sien, ek kan nou, ek tik so vir 2-3 dae aan en dan kat ek uit en dan as ek wakker geskrik dan voel ek so die oor in die matras en dan haal ek die lolie uit half een gram en trek ek weer aan ek kom achter dat sterk daaraan begin te proos as water 5 maanden loop so voorbij en sekere dag kom my vriend by my aan en sê vir my Leon, maak jou klaar om saam transien te toe ons gaan die tans in die toe, hy trek so vir jonge draan en terwijl ons daar gaan ons met een sekere maat in ons daar koop een halve gram, ons het 6 meer apart die sigarette en daar gaan ons, terwijl ons aankom by die huis het en trek ek in my maar wat hy nie weet nie, die vriend is dat in haar die dag in het ek ook al van my gevra is het fijn dat ek die meest was al saam kerk gaan en hy het gesê is fijn, hy wonder toe is die aankom van my pastor en het is nou terug om hier te neer waar ek in huis is het in die trek en onder hierdie getrikker en sê ek vir hom, ek gaan door in die saak met Jesus reik maak en ek kyk my en ek sê my Leon, hoe kan die duivel my kerk toe hou? Hoe lekker mens met die kekse graag gaan sê? En nou, ek dink amper, het seker al genoeg redig het om so te sê as gevolg van hierdie ding wat ons nie bezig was, hierdie ding gaan ons terug. Ek was groot geword in huis waar my ouers die Here dien, groot geword in sonnaarskool, hier geloop, sondag kerk loop, maar op die tyd het ek besluit dat kerk gaan nie meer vir my is en ek probeer dinge, werelds dinge, begin ek aanpak en ek maak verkeerde besluite, verkeerde keuses, meng met verkeerde vriende en ek gaan in die afgrond in waar ek dwelms verkoop op groot maak. Ek sê vir my ma, dat ek gaan mami stryk vir my in die heem, en gaan kerk toe, my maase woorde is my kind. Jy het my in die slaap uitgehou, soos aan die ander aan, en jy praat vir oog, en dat jy kerk toe gaan. Beloof vir my, dat jy nie met die Here gaan speel gaan,
Ik ga mijn enige in spelen, maar moet niet met die heren spelen. Niemand heeft geweerd dat hij ook gaan staan in basis op een mijnbeto. In termen van, als ik niet een antwoord ga krijgen in de kerk, nie, dan ga ik suicide komen. Van, hierdie moord heeft te veel geweld voor mij. En die ogen stap ik in de kerk en die Heere krijg die ogen in die pandiet en God na van die pandiet van Israëliet. En mijn hele leven is radicaal veranderd, die ogen. Het is 2 jaar na dit geleden van mijn profetische woord om van die merging te gaan geven. En ik kom bij haar, ze vrouw, vrouw merging en ze is actief nog een oomlik in die kring van Smokko. En ik zeg van waar God roep je van een verkeerde via af. En in haar dag in stil waar broerse kind en granaten in de weer om een begrafenis om die reëlings te doen in diensten en plekken tussen trouwdiensten. In de eerste dienst van zorg aan voort om Romeinen 6:23 gepreek dat die loon van die zoon is die dood maar die genadegave van die Heer is tot in alle eeuwigheid. En toen de uitnodiging gemaakt wordt, verbazen, opgewonden, zien ik dat hier komt die groot draak loopt. Hier komt ze op haar knieën en aan bidden voor God. En ze aanvaardt dat aan de Heer als een persoonlijke zaligmaker. Terwijl ik je vorige keer om van te leiden naar de Heer toe, terwijl ik ze om me kijk, zie ik dat hier komt van die kans wat actief is ook in die game van Smokko. En dan aanvaard de Heer ook als een persoonlijke zaligmaker. Vandaag doen we samen, Heer. Maar ik het goede nieuws, diezelfde vrouw. Die mensen is vandaag mijn vrouw, ons is wonderlijk getrouwd. Ons is een blessing voor die mensen naar buiten. Ons heeft één ding in gedachte en dat is om die duivel en duivel zijn breakdown te geven. Die loon van die zonde is die dood, maar die genadegave van God is die eeuwige leven. Ik heb 6 jaar school nooit meer teruggekeerd naar bende, naar dwellings, naar verkeerde besluiten. Toen ik in die 6 jaar, het die Heer zo geweldig gunstig op mijn leven in termen van ik ga tronk toe. Maar dan gaan mensen een woord van die Heer na om voor mannen te zeggen, Jezus red nog. En baie ouders is vandaag als moedeloos, hulle soek antwoorden, hulle soek na oplossing. Ik denk mijn ma was een van die ouders wat gevoel het dat wanneer gaan my kinders besluit om een rechte keuze te maken. Maar sy het die ophou bid, op haar knieën het sy geblei. So ek wil ouders vanmiddag vermoedig wat men die gelijke probleme sit, diezelfde probleme sit, om nie te ophou bid, om die strijd vir die Here te gee. Want die Bijbel sê dat die strijd behoort aan Jesus en die oorwinning is ons. En om die te druk en op die rechte tijd weet ek dat die Here vir u mooi werk gaan doen. My naam is Desmond Denton, skrywer, regisseur, en ek is regtig opreg trots om betrokke te wees met die story van Leon, en as wil jy vra om hierdie boodskap te deel, met ander mense betrokke te raak, en uit te vind hoe ons hierdie verder kan neem. Ons gesels tans om dit om in 'n film te ontwikkel, en regtig uit te rol na gemeenskappe, na hoërskole, en die betrokkenheid kan 'n groot verskil maak.